Hij blijkt mateloos populair onder de leerlingen van basisschool Het Palet uit de Schilderswijk. De leerlingen zijn naar het stadhuis gekomen om zelf te proeven aan de lokale democratie. Een ontmoeting met burgemeester Van Aartsen en raadsleden hoort daarbij. Leuk dat jullie zijn, jongens en meisjes. Ik ben Daniel Scheper, ik ben van D66 raadslid hier in Den Haag. En van harte welkom. We gaan vandaag een heel leuk programma met elkaar doen. Onderdeel van dat programma is het op een rijtje zetten van veranderingen die de leerlingen in hun wijk willen. Ik ben Hamza, ik ben 11 jaar. En ik kon vertellen wat er allemaal beter in de wijk kan. Ik woon in Schotswijk en daar hangen jongeren. Hangjongens gooien zomaar blikjes op straat. En dat willen we natuurlijk niet. Zijn dit politici in de dop? Dit zijn wel degelijk betrokken burgers, zoals we het noemen. Het is echt heel leuk om hier te zien hoe zij gewoon meedenken en echt heel dichtbij denken aan de oplossingen. En het is echt heel, heel blij worden van als je gewoon kijkt hoe betrokken zijn bij een wijk. Ik vind dat er veel sportverenigingen moeten komen in de wijk. In mijn wijk moet veranderen dat niet veel tieners op de krijtkorten hangen. Dus betere stoepen en tegels. De start van het lesprogramma is officieel als de leerlingen en de burgemeester een oorkonde hebben ondertekend. Van Aartsen is er blij mee. Echt geweldig en ik denk dat het heel veel oplevert op langere termijn. Ja, dat wou ik zeggen, want zij zijn ook niet een beetje te jong. Het duurt nog heel lang voordat zij kunnen gaan stemmen. Nou, dat valt ook wel weer mee. Het zijn allemaal leerlingen van groep 8 en tijd gaat heel snel. Dus voor je het weet staan ze in het stembureau. Het gaat volgens mij heel beter met Den Haag. En ook onze wijk gaat steeds meer beter. Er wordt veel aandacht gegeven de laatste tijd. En daar ben ik heel erg blij mee.